opgave 56. Ik zoek alle punten die op, waarvan de afstand tot aan lijn K gelijk is aan 2 keer de afstand tot aan lijn L. De makkelijkste vind ik te vinden is, nou ja, je weet de afstand tussen K en L. En die vermenigvuldig je met 2. Dus aan de andere kant van L, dat is niet een mooie lijn, aan de andere kant van L, daar komt die lijn te liggen. Die lijn is evenwijdig aan L. En deze afstand is gelijk aan die afstand. En nu zie je, nou heb ik deze afstand, is 2 keer zo groot als die afstand. En dat is wat hier staat, de afstand van P tot de lijn moet ik met 2 vermenigvuldigen om de afstand tot lijn K te krijgen. Maar er is nog een lijn waarvoor dat geldt. En als je deze afstand van K tot L in 3 gelijke stukken verdeelt, dan zie je dat de lijn die hier ligt, evenwijdig aan K en L, dat deze afstand weer 2 keer zo groot is als die afstand. Oftewel, dit is 1/3 deel van deze hele afstand. Dus die 2 blauwe lijnen die getekend zijn, die zijn de oplossing.